de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij met u. Vanwege deze benoeming als pastoor
heeft onze aartsbisschop dat een mooie brief geschreven. Een benoemingsbrief. En die lees ik graag voor. Utrecht, 1 maart, hoogfeest van Pasen. Zeer eerwaarde Heer, Jezus Christus onze Heer, zendt telkens weer mensen uit om zijn blijde boodschap te verkondigen en de liefde van onze hemelse Vader aan de mensen te tonen in woord en daad. We zijn hem dankbaar om zijn roepstem en de bereidheid van velen aan zijn oproep gehoor te geven en dienstbaar te zijn aan zijn opdracht. Verheugt mij daarom als bisschop staande in het apostolisch dienstwerk u met ingang van 1 maart 2018 te benoemen tot pastoor van de parochie Heilige Maria, koningin van de Vietnamese Martelaar. Als pastoor bent u de herder van de aan u toevertrouwde parochie. Als zodanig zult u onder het gezag van de aartsbisschop van Utrecht de pastorale zorg uitoefenen over de aan u toevertrouwde parochie. U zult voor de parochiegemeenschap de taak van de verkondiging, de heiliging en het bestuur uitoefenen. Dit impliceert dat u als pastoor kerkrechtelijk eindverantwoordelijk bent voor zowel pastoraal als bestuurlijke aangelegenheden. Bij u als pastoor ligt de eindverantwoordelijkheid voor de viering van de liturgie, de inhoud van de catechese, het opbouw en de diaconie. U dient erop toe te zien dat de liturgie in uw parochie gevierd wordt volgens de richtlijnen van de kerk. En het bestuur van de parochie en de overige vrijwilligers zult u willen samenwerken om de pastorale taken te vervullen. In samenwerking met hen en met eerbiediging van ieders onvervreemdbare verantwoordelijkheid heeft u immers deel aan de ene zending die de Heer aan de kerk heeft toevertrouwd. Samen met de overige leden van het parochiebestuur zult u uw bestuurlijke verantwoordelijkheid vervullen. Ik vraag u er tevens zorg voor te dragen dat de vrijwilligers op grond van hun doopsel en vormsel een zegenrijke aandeel in de zending van de kerk kunnen leveren. Tot eer van God, tot verkondiging van het evangelie en tot opbouw van de kerk. Gods onmisbare zegen wens ik u toe. En ik bid op voorspraak van de Heilige Wedewacht, patroon van ons aartsbisdom en van de Vietnamese Martelaar, dat de wijsheid van de Heilige Geest u mag vervullen en dat u met vreugde en toewijding uw dienstwerk mag verrichten en velen Christus mag doen kennen. Op de leden van het parochiebestuur en alle vrijwilligers wens ik een gezegende samenwerking tot opbouw van de geloofsgemeenschap. Met beste zegenwensen en hartelijke groet in Christus, Willem Jacobus, kardinaal Heijn, aartsbisschop van Utrecht. Hãy mặc cho quả giáo sứ, chúng con xin đưa chìa khóa chủ trang
của giáo sư Đức Trung Thánh Tự Tạo Việt Nam cho cả cao lâu và tự nhiên. Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in wie wij gedoopt zijn, zingen we nu het Gloria. Laat die wij gaan staan. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng người
là đấng người ta đã giết, treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra, không phải với toàn dân mà là với chúng tôi, làm nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đang uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi, rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án, xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời thank you.
hình trên trời nơi Đức Kitô người tử. Trích sách Thánh Phaolô tông đồ với tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời nơi Đức Kitô người tin hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu Kitô trong Thiên Chúa. Nơi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện. Bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là người Chúa. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông
các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời